als we kijken naar de recente geschiedenis van de psychiatrie, en dan bedoel ik van de voorbije eeuw, dan zien we dat we nog geen stap verder staan. Kraepelin, de beetvader eigenlijk van de hedendaagse psychiatrie, heeft zeer goede, zeer degelijke beschrijvingen geproduceerd van klinische beelden, met de bedoeling er ziektes uit af te leiden. Dat is nooit gelukt en die man heeft dat ook toegegeven. De hedendaagse Bijbel van de psychiatrie, dus een diagnostische handboek, doet exact hetzelfde. Beschrijvingen produceren van gedrag, emoties, kenmerken die als sociaal afwijkend worden beschouwd. In de veronderstelling dat die veroorzaakt worden door ziekte, door onderliggende ziektes die we nog altijd niet gevonden hebben en die we ook nooit zullen vinden. En dan krijg je heel merkwaardig iets. De beschrijvingen worden voorgesteld als verklaringen. En dat gebeurt vooral omdat men letterwoorden gebruikt. En het meest voor de hand liggende voorbeeld is natuurlijk ADHD. En dan krijg je bijvoorbeeld te horen of te lezen, zoals in teksten, dat een patiëntje of een kind heel erg druk is omdat het aan ADHD leidt. Nu, als je weet wat ADHD betekent, dat staat voor Attention Deficit en Hyperactivity Disorder, dan zeg je eigenlijk het volgende. Dat kind is heel erg druk omdat het heel erg druk is. En de beschrijving functioneert als verklaring en het schept de illusie dat daar een soort ziekte-entiteit mee aangeduid wordt, wat niet het geval is.